Nou, het mogen toch duidelijk zijn. De democratie in Nederland is dood. Het woord democratie is slechts een woord, zonder eigenlijk verder begrippen en uiten. Ja, het woord bestaat nog wel, maar dat is een zoethoudertje voor jullie, voor al de Nederlanders. Voor alle burgers inzetende hier in de Nederland. Hoe zat het ook weer met het referendum tegen Oekraïne? Dat was toch een dikke nee en dat werd er toch doorheen gedrukt. Als zijnde een ja. En uiteindelijk van de week bleek dat daar zelfs de laatste handtekening onder was gezet door een van de partijen. En dan durven ze te spreken over een democratisch Nederland. Nederland is niet democratisch. Nederland wordt langzamerhand een beetje platgewalst door de drift van de EU. En met de drift bedoel ik eigenlijk het doordrijven van hun bepaalde zinnen, uitingen. Wat zij eigenlijk van Europa verwachten of van Europeanen verwachten. Democratie bestaat niet meer. Ga er alvast maar aan wennen. De democratie is dood. Als we nu weer eens een keertje kijken naar de stemmingen van de afgelopen keer, waarover ik eigenlijk al een beetje mijn zegje heb gezegd. Dat er sowieso überhaupt al niet gestemd is volgens de normen, volgens de regels hoe het zou moeten zijn. Daar het al een hele vreemde toestand was dat die Rutte al feest zat te vieren, dat alle stembureaus dicht waren, terwijl er met de hand geteld moest worden. Ja, dat lukt je gewoon niet. Maar, ja, Pinocchio. Alias Rutte lukt dat wel. Pinocchio, zijn neus die werd langer als hij loog. Ja, ik snap wel dat Rutte eigenlijk ook geen relatie heeft, want als het ding daar onderin blijft liggen, dan spitst hij iedereen een beetje muur vast. En dat is eigenlijk hetzelfde wat hij nu met Nederland doet. Hij zet Nederland voor het blok. Of tenminste, Nederland, de Nederlanders. Hij speelt het baasje over pak een beet 17 à 18 miljoen Nederlanders. En dan nodig illegale vanzelf. Wat voor mij ook wel weer Lina Rechter terug mag naar waar ze vandaan komen. Daar heb ik het toen de tijd ook al over gehad. Dat was in mijn vorige verhaaltje. Echte vluchtelingen die echt gevlucht zijn voor geweld en dat soort rotterheid. Ik ben het er 100% mee eens dat die geholpen moeten worden, maar de rest van dat alles, waardoor de EU eigenlijk, ja, de EU, ik vind het eigenlijk een totaal foute benaming, want het lijkt meer steeds op een schrikbewind wat zij voeren en wat zij doorvoeren, want ik bedoel, pomp alles maar erbinnen en dat is in elk Europees land tegenwoordig zo. Laat me komen, jongens. Er is ruimte zat, ja, maar niet juist. Want er is geen ruimte voor geweld. Er is geen ruimte voor ongevraagde intimiteiten met vrouwen. Enzovoort, enzovoort. Ik moet er ook niet eentje tegenkomen die dat er volledig onder mijn ogen doet. Want ik sloop hem te plekken. Ik vreet hem te plekken op. En dat is geen dreiging, hoor. Dat is een belofte die ik geef. Maar nu ook weer. Het eerstvolgende kabinet waarover men vergaderd heeft. Vergaderen ze in godsnaam over. Het lijkt wel een stel kleuters. Echt, het zijn er gewoon stel. Ja, ik wil niet bij jou, want jij hebt dit, jij hebt zus en jij hebt dit. Wilders was de tweede grote partij. Die hoort erin. Dat is democratie. En niet wat Rutte wil. Wat Rutte wil is geen democratie. Rutte die
omzeilt de boel eigenlijk. En ik denk wel te weten waar de schoenen wringt. Dan moet ik heel voorzichtig zijn met mijn woorden mezelf. Of misschien ook niet, want ik hou niet zozeer van liegen wat Rutte eigenlijk alleen maar doet. Ik denk namelijk dat het stemmen, wat er ook gestemd zou worden, dat er van hoge rand is gezegd van jongens, alles wat er gebeurt, Wilders is een gevaar voor de EU. Want die wil er eigenlijk het liefste uit. Wilders is ook een gevaar voor de doorstroom van asielzoekers. Wat weer een hoop geld scheelt in het laadje van belanghebbenden. Hier in Nederland. En die belanghebbenden die zijn allemaal groot. Het zijn allemaal grote organisaties, bedrijven, net zoals met de bank. Allemaal één potnat. Maar als je het mij vraagt, laten we teruggaan naar de basis. Laten we even teruggaan naar de basis. Pim Fortuyn die werd vermoord. Dat heeft die Stumper niet alleen gedaan. Ik bedoel, daar is heel wat aan vooraf gegaan. Wat er precies aan vooraf gegaan is, ja, ik kan daar mijn vinger niet op leggen, maar als jij een beetje logisch denkt, het is heel macaber om daarover te spreken, maar Pim was best wel een grote man. Ja, in beide opzichten dan, maar het moment van de moord, daar zit zoveel rare toestand aan vast. Ze wisten gelijk waar de dader heen ging. Dus dan waren ze binnen no time te plekken bij een tankstation. Hoe kan dit? Als ik een geintje zou flikken, dan wil ik onzichtbaar blijven, zo snel mogelijk. Dan zorg ik sowieso niet dat ik binnen 5 minuten eigenlijk de klok ben. Nou ja, daar gebeurde dat wel. Dus dat is al net een vreemde toestand geweest. Daarnaast is het niet zo dat toen de euro eigenlijk net een beetje te sprake kwam. Ook dat Pim werd vermoord. De plannen die er waren, op voorhand, hebben ze toen al gezegd, nou ja goed, we gaan zo doen. En daar hoorde het plannetje vluchtelingen en asielzoekers en weet ik het allemaal ook bij. Niet wetende dat het zo'n grote geweldige impact had en dat het een beetje uit de klauwen liep. Alleen nu kunnen ze niet meer terug, want ze zien zelf ook aan, van ja goed, dat levert ons cent op. Kijk, het kost de Nederlandse staat wel centen. Maar er zijn bedrijven, grote bedrijven, die de beden vervoeren. Goed, als ik terugkijk naar de moord, of nou ja, niet zozeer naar de moord, ik bedoel, die Volker van de Graaf, dat is de grootste. Grootste smilap, het trekt zich nog steeds zijn bek niet open. Ik hoop dat er ooit ergens op een dag ook zo'n ventje voor hem op het dak zou zitten. Ja, precies zoals ik het zeg. Want dat kogelgat, of de kogelwond, boven het hoofd van Pim Fortuyn. Dat houdt me tot op de dag van vandaag nog steeds bezig. Hoe kan iemand die in het voorbijgaan, schietend, iemand daar precies raken en dat terwijl hij nog kleiner is ook. Dan moet je al met je arm omhoog met een blaffertje. Nou, dan moet je echt goed mikken kennen in je loop. Wat niet ken, je loopt voorbij, je gaat schieten. Nou goed, je kan ongeveer gericht schieten op het torso van een persoon. Nee, ik heb er geen ervaring in, maar ik denk een beetje gewoon. Als je iemand op een precies doel wilt raken, wat dodelijk is. Dan is het wel iemand in zijn hoofd schieten. In zijn hart. Ja, goed, daar is ook geraakt, geloof ik. Ik vraag me wel eens af, wie zat er op het dak? Dat ergens in de buurt, op een hoog gebouw of verderop. Weet je, misschien ga ik wel veel te ver, maar wat ik ermee zeggen wil,
Pim Fortuyn is vermoord in de tijd dat de EU eigenlijk in opspraak kwam. Of dat de EU eigenlijk in die tijd door onze strot is geduwd. En nu gebeurt hetzelfde weer met Wilders. Alleen ze kunnen zo'n geintje geen tweede keer flikken. Want het zou te veel opvallen. He, en nu wordt zelfs alle zwijgen opgelegd. Met hem regeren wil Pinocchio niet. Het is allemaal even toevallig. En Wilders heeft, ja goed, niet helemaal dezelfde ideeën als wat Pim Fortuyn had. Maar Pim Fortuyn, die toen de tijd, had hij een vooruitziende blik gehad. Hij had gelijk. Hij had echt gelijk. En in zekere zin heeft Wilders ook wel een paar punten van gelijkheid. En je hoeft het niet altijd met hem eens te zijn, dat ben ik ook niet, maar iemand negeren met zoveel stemmen, met zoveel Nederlanders, is het wegduwen van democratie. En dan kan Rutte wel met zijn schijnheilige kop zeggen van ja goed, we leven in een democratisch land. Hij liegt door zijn hele flikker heen. En net zoals met al die huilenbalken, die dan stilletjes aan ergens op een tafeltje gaan zitten, onder het genot van een parasolletje en een drankje ergens op een strandje in de strandhuis. Ja goed, die foto's hebben we allemaal gezien in de krant vanzelf. Dan heb ik zoiets van, wat vreet je voor stiekems uit jongen, wat is er hier nog voor z'n handen? Wat is er wat anderen niet weten mogen? Wat er iets op een akkoordje gegooid of weet ik veel wat? De democratie. Tot hoever mogen wij nog spreken? Wij gewone Nederlanders. Er wordt al zoveel de kop ingedrukt. Hè? Neem nou alleen al simpelweg die flauwe kuldiscussies over de mensen die van alles vinden over discriminatie, terwijl er geen discriminatie aanwezig is. De flauwe kul over negerzoenen. Ik noem ze nog steeds negerzoenen. Ja, het gaat nergens over. Blanke vla bestaat ook nog steeds. Moeten wij dan gaan zeggen, joh, schat het er even af, want dat is racistisch. Ja, en boerenjongens. Ja. De boerenjongens die zijn trots dat ze boerenjongens zijn. Ja, en dat daaraan iets naar vernoemd is, dan gaan hun niet bijna even voelen ons gediscrimineerd. Nederland is een multicultureel land. Nou, dat is alleen op zich wel mooi. Ik bedoel, zo kun je ook nog een beetje kennis opdoen van andere mensen. En ik bedoel, daar heb ik ook helemaal geen moeite mee. Alleen die raddraaiers, die moeten gewoon opzaten. Mensen die alleen maar slecht in de zin hebben, die moeten gewoon opzodemieteren, wegwijzen, immigranthouders, niet meer terugkomen. Asielzoekers. Wat ik al zei, diegenen die echt hulp nodig hebben, moeten geholpen worden. Maar dan praat ik ook over de echte vluchtelingen die hun land zijn ontvlucht. Waar bommen naar beneden komen, waar geschoten wordt, waar kelen doorgesneden worden, weet ik het allemaal. Die smeerlapperij, die hoort hier niet thuis. En alles wat daaraan vasthangt, en hier ergens rondzwerft, ik hoop dat ze dat oppakken, want dat hoort hier ook niet thuis. Er is geen... Dat heeft niks met menselijkheid te maken. We moeten elkaar leren verdragen. Ik bedoel, ik heb ook toch wel een aantal moslimvrienden en die denken er zo ook over. Dat het eigenlijk allemaal zinloos is en allemaal uit naam van een bepaald persoon. Ik ga die naam niet opnoemen. Daar heb ik... Ja, ik heb keuze voor iedereen's keuze, heb ik respect. Maar dat iedereen dan eigenlijk over één kamp geschoren wordt, omdat enkele imbecielen dat allemaal eigenlijk bewerkstelligen, ja, dat vind ik ook totaal verkeerd. Zoals ik al zei, ik heb vrienden en die zijn moslims en dat zijn hele peukengasten. En ik bedoel, dan ga je prima met één door één deur.
Zelf ben ik niet met het geloof bezig of zo, want geloof in mijn ogen is dat een van de grootste boosdoeners van een hoop narigheid op deze klote wereld. De katholieken zijn ook geen heiligen, de christenen zijn ook geen heiligen. En dan heb je onder iedere tak van geloof heb je wat gewoon niet klopt. Over de pedofilie maar te zwijgen in de Nederlandse kerken. Dat is eigenlijk wat. Maar goed, ik dwaal een beetje af. Ik had het over democratie. De democratie in Nederland is dood. Ja, we kunnen wel een hele grote begrafenis toe houden met al die miljoenen Nederlanders. En een kist, of de spreekwoordelijke kist, ten graven brengen. Voor een bouw pas scheppen prut op, want het bestaat gewoon niet meer. Echte democratie is alleen nog maar een woord. Het is een woord, het is een zoethoudertje, net zoals vrijheid. Wat voor vrijheid heb je hier nog in Nederland? Als ik een beetje links en rechts een beetje kijk. Je mag eigenlijk weinig meer zeggen over dit, je mag weinig meer zeggen over dat. Ga jij weer iets te ver over Zwarte Piet discussies? Dan heb je de pop alweer aan het dansen, dan krijg je een waarschuwing aan je deur. Dat soort flauwekul. Vrijheid. Sinds de EU is ontstaan, is er steeds minder van dit soort zaken en is er steeds meer kans dat bepaalde groeperingen, bepaalde mensen daarover gaan lopen zeiken en janken. Terwijl ik zoiets heb van, Jezus, hoe kinderachtig kan je wezen? Ja, en dan op een gegeven moment ergens uit willen stappen en dan even goed je poffertjes kop nog laten zien. En dan weer vinden dat een ander onderwerp discriminatie is. Rutte die luistert wel naar de EU en ik denk ook dat de EU hetgene heeft ingefluisterd tegen Rutte. Van, joh, niet met Wilders in zee, want die vormt een groot gevaar voor ons voortbestaan. Ja, en die hele EU. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n groot. Ja, hoe moet je dat nou eigenlijk zeggen? Ik mag het ook weer niet te grof gaan zeggen vanzelf, ik denk het wel. Maar het doet mij denken aan de verhalen die mij verteld zijn door onder andere mijn moeder. De jaren 40, 45. Een beetje onderdrukking, toch wel. Het is eigenlijk te eng voor woorden. Ik bedoel, er wordt op alle slakken worden ze uitgelegd. Dit klopt niet, dat klopt niet, dat mag straks niet meer. Over een aantal jaren is zucht, je pensioen wat ze willen jatten. Of wat misschien al gejat is, ik weet niet precies hoe dat zit hoor, maar goed. Voor mij blijft er weinig over in ieder geval. In de zorg. Wat eigenlijk allemaal achteruit gaat. Oekraïne. Daar gaan nu bakken geld heen. Ja, jouw geld gaat erin. Ja. Want wij zijn de belastingbetalers. En als ik ergens van walg, is het de toestemming die Rutte daartoe heeft gegeven. Of waar hij naartoe heeft gezitten slijmen bij al zijn rolmaten. Dat de Oekraïne er moest komen. Ja, het is alvast ingefluisterd door de EU. Ja, want dan ga je weer terug naar die ramp met een vliegtuig. Er is nog steeds geen onderste steen. En die komt er ook niet. Die onderste steen die komt niet boven. Want nu is Oekraïne ineens door de EU betrokken. Dus is de vriendje van die alcoholist Juncker. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En we kunnen hoog springen, we kunnen laag springen. Maar dit is een toneelstukje. Wat heel duur betaald is, denk ik. Ik weet niet wat er onder de tafel wordt overgeschoven hier, maar. Het stinkt werkelijk aan alle kanten.
Wat moet je er nog meer op zeggen? Rutte wil absoluut met de PVV niets van doen hebben. Hij wil met alle partijen, desnoods een splinterpartij of... ja, hoe moet je dat nou weer noemen, zo'n partijtje? Ik zeg gelijk even op... ik heb hier een Twitterbericht voor me op de computer staan, maar... Ik kan daar geen zin of woord van maken eigenlijk. Rutte heeft maar één blokkade, zegt hij, en dat is de PVV. Maar die hebben zo'n beetje alle partijen, is dat zo? Ik geloof er namelijk niks van. Nee. Er zullen links en rechts toch wel kleine partijtjes wezen die het eigenlijk wel een andere wind in hun gezicht willen voelen. En niet meer het schrikbewind van Rutte. Maar dan gaan we weer dezelfde kant op en dan blijven we dit soort problemen houden, wat ik al de vorige keer heb gezegd. Dan blijf je dat gezeik houden met je open grenzen. Niet dat als de grenzen dicht zijn dat het weer zal veranderen, want ik bedoel, dan gaan ze wel door de struik heen om het zo te zeggen. Maar er wordt te weinig gecontroleerd. Kijk nou naar Engeland, waar die vreselijke aanslag is geweest weer. Ja, hoeveel doden waren er? 22, als ik me niet vergis. En tientallen gewonden. Een hoop kinderen. Het gaat nergens over. En ineens, terwijl ze die gozer al eigenlijk in de smies hadden, waar ze voor gewaarschuwd waren, die hebben ze daar hun gang laten gaan. En dat is hetzelfde wat hier in Nederland gebeurt. Ik heb hier al in de krant ook gelezen dat in Nederland een is aantal jihadisten rondlopen. Pak ze op. Waar wacht je op? Pak ze op. Gooi ze voor het gerecht. Of nog beter, zet ze lijnrecht op vliegtuigen en op tieven naar hun eigen land. Nee, we houden allemaal de handjes boven ons hoofd, want het zal allemaal zo vaart niet lopen, is het dan. Totdat het te laat is, ja, en ik rijd dat gezeik weer. Ja, en dan... Peter en de Vries ook met zijn gedoe. Die uitspraak wat ik gelezen heb, doorlopen, het is maar een aanslag hier. Die spoort echt voor een meter. Maar goed, dat wisten we al. Ik zal niet zeggen dat het hierheen komt, het kan, alles is mogelijk. Maar als je op voorhand weet dat wat nu in Engeland gebeurd is en waar ze nu 8 arrestaties hebben verricht, dat die hele... Dat, die hele of die halve familie eigenlijk daarbij betrokken is geweest, omdat ze allemaal dezelfde onlogica hebben. Wat logica kan ik het niet noemen, we zullen. Terwijl ze die gozer die het gedaan heeft, die godzijdank wel de pijp uit is, al een aantal keren gewaarschuwd hebben voor die jongen. Nou, had hem opgepakt, had dit misschien niet gebeurd. Dan hadden nog heel veel kindertjes en andere mensen gewoon nog vrolijk kunnen leven na een wereldconcert voor hun. Ik bedoel, dat is iets waar ze naar uitgekeken hebben en dat moeten ze met hun leven bekopen door een of andere imbecil met een spijkerbom of weet ik wat hij had op zijn rugzakje. Voor mij mogen ze de doodstraf hier ook wel weer invoeren in Nederland. Zet ze maar gelijk tegen de muur. Wegwezen. Ik ken hem in mijn pet niet bij. De democratie in Nederland is gewoon einde verhaal. Tenminste, als er op zeer korte termijn niks gaat gebeuren vanzelf. De enige hoop die ik nog heb is dat we gaan stemmen, of opnieuw stemmen, want zo'n ja, bij elkaar geraapt zootje als partij, dat kind nooit een lang leven beschoren zijn, dat bestaat niet. Dat hoop ik ook niet. Ja, wat ik ook niet snap. Ik ben er ook één van, want in mijn eentje kun je ook de hele wereld niet redden. Maar waar blijven die massaprotesten? Wanneer gaat er nou daadwerkelijk eens een keertje wat gebeuren? Iedereen heeft een grote smoel over die Rutte. Ja. En Rutte is een grootste kwijlbal in Nederland die er rondloopt. Die hele politiek is verrot. Het is één
Ja, maar hoe moet je dat dan zeggen? Je hebt er geen eens een woord voor, die politiek. Je hebt er geen eens een woord voor. Het is één toneelstuk. En de hoofdrolspelers die zitten in Brussel. En het kabinet hier zijn de marionetten en ze trekken daar aan de touwtjes en daar gaan, hier gaat de poot omhoog. Dan moet er eentje te pissen of dan moet er eentje te scheiden of weet ik veel wat. En een flauwekul dat er uit die wafels komt, jongen, dat weet je niet. Die stront die komt net zo makkelijk uit hun bek vandaan als uit hun achterwerk. Dat is de politiek van Nederland tegenwoordig. En ik ben maar een gewone jongen, ik zeg het op z'n Hollands. Maar, mijn god, dit is te droevig voor woorden gewoon. Ik weet het niet meer. Nee. Nederland die gaat nog meer down under of zo, om het zo maar te zeggen. Weet je, ik bedoel, de kosten die worden alleen maar hoger. Ik heb geen eens de tijd gehad om me te scheren, omdat ik hier allemaal mee bezig ben. Oh man, Rutte. Je bent gewoon een grote lul. Je bent een egoïstische, egocentrische klootzak. En ik blijf zeggen, je bent een narcist. Ja, je bent een beroepsnarcist bij dat. Het kleine kleutertje, het beste jongetje van de klas. Juncker is een schoolmeester. En er zitten er nog een paar van die varkens zitten erbij te hikken. Want als Juncker te dronken is, dan moet anderen moeten het woord overnemen. Nou, en dat moet de hele EU vormen, want dat moet Europa vormen, weet ik het allemaal. De Twitter-account van Wilders, dat is geblokt in Duitsland. Mijn god. Heb je gezien wat daar allemaal los is? He, met al die geweldsdelicten en weet ik het allemaal. Maar het Twitter-account van Wilders, ja, dat moet wel verboden worden. Drie keer raaien wie dat ze ingesmoest heeft. Merkel, ja, die gehoorzaamt wel. Merkel is ook zo'n beetje een achter de ellebogen hebben persoontje en dat draait het grote geld om en vooral in dat hoofd vanzelf. Ik heb het niet over de Bilderberggroep, want dat moet helemaal een asociaal zootje wezen. Ik heb daar te weinig kennis van wat daar gebeurt, maar ik bedoel, het is ook een smeerlappenzooi. Alleen, wij hebben nu te maken met de politiek hier in Nederland. En de politiek, die heeft, al hadden ze dat al niet een beetje door laten schepen, maar ze hebben deze week of afgelopen week, hebben ze definitief de democratie vermoord. Pim, die werd vermoord. De democratie werd vermoord. De EU die kwam langzaam in opgang. Het laatste beetje democratie wat we toen nog hadden, is ook langzaam een beetje de kop ingedrukt. En nu hebben we Rutte, die tekent voor een land wat moord. Ja. Want welke idioot haalt er gewoon een lijnvliegtuig naar beneden en praat er voor de rest niet meer over, terwijl ze een balletje doen, dus ze denken boven, fuck you. Je bent gewoon een rat. Een vies, smerig zweentje bij je. En je speelt een spelletje over de rug van mensen die verdriet hebben. Ik ga het hier belaten. Omdat ik gewoon totaal geen woorden meer heb. Het is niet anders. Ik hoop nog op een wondertje, natuurlijk. En niet van Rutte, want ik bedoel, dat zijn geen wondertjes, dat zijn regelrechte leugens. En dat is hetzelfde als wat die EU allemaal voorspiegelt, met hun pracht en praal. Moet je kijken wat voor gebouwen ze zitten. Moet je kijken wat ze wegkanen, moet je kijken wat er in die garage staat en auto's. Ja, ik heb het een keer een reportage gezien. Nou, daar lust er de honden een brood van. Maar belasting betalen? Ze moesten even inchecken en dan gingen ze weer. Nou, dan kregen ze wel weer een paar honderd euro extra, weet je wel. Ja, we waren er toch? Ja. Ja, we zijn gelijk weer weggegaan. Ja, dat wordt er niet bijgezegd. Er wordt gesjoemeld bij het leven door die hele EU-kliek. Rutte is het trouwe poedeltje
van Junkertje. Nou, zelfs ik had die kinderen om janken, hoor je dat? Nou, en als er één wezen op aarde toch wel gevoelsmatig bezig is, dan is het de dier. Dus ik geloof die kat wel. Gaat helemaal nergens over, hoor, maar moet wel een beetje cynisch gebracht worden. Rutte, alleen met PVV is geen optie. PVV kan bijdragen. Oké, we nemen een stokje over. Zonder Rutte, want dat is totaal geen optie. We willen het land besturen onder eerlijke lieden. En niet onder landverraders. Niet onder kontneukertjes die diep in de aas van een EU-chagra zitten. Zo moeten we gaan denken. We waren ooit onafhankelijk, we hoorden bijvoorbeeld bij de ERG en dat ging toch prima, daar was er helemaal niks meer bij. In de EU, er is van alles mis mee, maar kijken we hoeveel ellende er overal is afgeroepen over het Nederlandse volk. En niet alleen over Nederland hoor, ik bedoel, er zijn diverse andere landen waarbij het dus totaal verkeerd gaat. Maar de mensen daar ook, zoals ook in Duitsland, hogerhand beslist wel. Maar de gewone burger daar, die zijn gewoon de dupe. En dan vraag ik me af, waarom hebben we dan überhaupt een regering die er eigenlijk is om het land in goede banen te leiden. Maar in plaats daarvan helpen ze dat allemaal natuurlijk wel te doen. Daar mogen jullie dus mee doen. Of niet. We kunnen allemaal in de afwachtmodus gaan. Wat ik wel verwacht wat er gebeurt vanzelf. Maar goed, dus is het... Ja, huilen met de pet op. Dat is gewoon een teringzooi. En dat houdt niet hoor op. Nee. Hey, ik heb de spreekwoord al zo vaak langs zien komen. Het houdt niet gewoon op. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Nee. En die bedoelde mij dat schrikbewind van Rutte, wat hij nou, waar hij zich aan vasthoudt. Het zielige mannetje Rutte. Jongens. Wat heb ik er eigenlijk nog aan om dit op te nemen en dit weer op YouTube te zetten of weet ik wat, helemaal geen klote, want... Er blijven te veel mensen slapen. Of die vinden het allemaal wel goed zo. Totdat de bui barst, hè? Totdat de